Op de middelbare school wist ik echt niet wat ik wilde worden. Dus ik koos eigenlijk maar voor een studie die zoveel mogelijk opties openliet. En dat werd natuurkunde. En daarbij kon ik daarmee iets bijdragen aan het energieprobleem. En dat vond ik wel heel interessant. En na mijn master wou ik eigenlijk even iets heel anders proberen. Kijken hoe de wereld er buiten de wetenschap uitzag. Want dat had ik nog niet gezien. Dus toen ben ik naar Indonesië gegaan voor een stage, een bedrijfsstage bij een beginnend internetbedrijf. En daar werd ik teamleider. Dat beviel heel goed, maar ik kwam er wel achter dat ik het veel leuker vind om zelf dingen te ontwerpen, dingen te bouwen, dingen te bedenken, dan om anderen te vertellen wat ze moeten doen. Dus toen ik terugkwam in Nederland wist ik wel dat ik wilde gaan promoveren. Dus voor mijn promotie probeer ik licht te vangen in een atoom. Kijk, de laatste 40 jaar zijn computers ongeveer elke 2 jaar 2 keer zo snel geworden. En dat kunnen we nog wel een tijdje blijven doen. Maar op een gegeven moment zit er een limiet aan de snelheid van elektronenchips. En als we nou nog snellere computers willen, dan is een oplossing, of zou een oplossing kunnen zijn, om chips te maken die met licht werken in plaats van elektronen. Nou, je moet het licht eigenlijk hetzelfde kunnen laten doen als wat we nu met elektronen kunnen. Dat betekent dat je het ergens heen moet kunnen sturen waar je het wil hebben. En dat je het een tijdje vast moet kunnen houden. Nu is dat een beetje lastig met licht op van die hele kleine schalen van die chips. Omdat licht op die schaal rare dingen gaat doen. Het gaat om dingen heen buigen. Het gaat verstrooien. En wij willen nu proberen om het licht toch te laten doen wat we willen. Ja, anders zou ik gek worden. Dus van bijvoorbeeld de rondleiding in het Teylers Museum in Haarlem. Tot een cursus gebarentaal heb ik ook gedaan. En ik probeer zoveel te sporten als ik kan. Dus 's winters vind ik het heel leuk om te snowboarden. Zomers ga ik vaak golven. En voor mijn conditie doe ik hardlopen of bootcampen bijvoorbeeld. Nou, mensen denken vaak dat als je iets creatiefs wil doen, dat je juist geen wetenschapper moet worden. Wetenschapper, dan moet je heel precies zijn en goed kunnen rekenen, maar vooral niet te veel creativiteit hebben. En dat is een grote misvatting. Nou, je bent als wetenschapper dus juist heel creatief en scheppend bezig. Ik bedoel, je denkt na voortdurend over dingen waar nog niemand over heeft nagedacht. En je moet al je creativiteit gebruiken om soms echt hele praktische problemen op te lossen. Dus je bent als wetenschapper eigenlijk de autonome schepper van je eigen werk. Faces of Science.